Zo, nou, uw wachten wordt beloond hoor, want hier is alweer een nieuw Glamorama-journaal. Hierna kunt u naar bed om nooit meer wakker te worden. Komt-ie! Deze ontluisterende tweet zagen wij van Henny Huisman. Hij schrijft het volgende, even kijken. Lucky TV mag nu wel eens ophouden over onze koning. Ik heb ook altijd nog last van mijn doodscène door Van der Pavert. Henny, heb je daar nog altijd last van? Even kijken dan. Ja, nou ja, je moet je voorstellen. Wij kwamen aan in de studio. Zomer 97 was dat. En ineens komt de manager binnen en die zegt... jongens, ik heb slecht nieuws. Henny is dood. Maar ja, goed, de donderdag daarop was dus de begrafenis. Dus wij allemaal daarheen. Maar er werd wel heel nadrukkelijk tegen ons gezegd van... je mag hier met niemand over spreken. Dus het was allemaal strikt geheim, zeg maar. Maar nog een week later zie ik hem gewoon op televisie als het er nooit is gebeurd is. En tot op de dag van vandaag, en hoe ze het doen, ik weet het niet, met bodydoubles of met computertechnieken. Ja, maar Henny, wat dan? Mensen die jij op straat tegenkomt denken dat je dood bent of zo? Jeetje, is niet goed. Ik snap hem niet. Hier, dit ook. Het filmpje van de dag. Met veel interesse volgde u natuurlijk onze reeks Charlie Luske, Ik ben oud en denk veel na. Waarin zanger Charlie melding maakte van een diepere laag in zichzelf die het publiek eigenlijk niet kende. Ik ben niet makkelijk om mee te leven. Mijn gemoedstoestand is niet stabiel, zei hij. En ik heb een flinke frons tussen mijn wenkbrauwen en mijn zogenoemde denkhoofd is niet vrolijk. Hier trouwens deel 2 in de veelgelezen serie. Ik heb voornemens voor 2014. Me meer focussen, minder laten afleiden en mijn popliedjes afmaken. Nou ja, goed. Godzijdank is deze onzin inmiddels overboord gegooid. Charlie is gewoon weer... Oh, won't you stay with me? En dan is er nieuwe tijd voor de dagelijkse uitsmijter van ons Glamorama Journaal. En dat is dit keer zangeres Josje. Dus dat is niet Josje van K3... Maar gewoon zangeres Josje. En zij heeft een nummer dat heet Zilveren Vogel. Let wel, wat u nu gaat horen is de remix-versie uit 2014. Er is dus ook nog een originele versie, maar die hebben we niet. Komt-ie en wij zijn er natuurlijk morgen weer. Zilveren.